Hallo allemaal en welkom terug. Het is zaterdagochtend 4 april 2020 en het is belachelijk vroeg. Ik ben net uit mijn bed. Dit is dag 20 van de zombie apocalypse. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, mevrouw burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik vind dit een leuke foto. Dit vind ik echt vintage Femke. Super Femke. Vreselijk leuke foto. We gaan er meteen induiken. Het is weer allemaal afschuwelijk slecht nieuws. En dat zal voorlopig wel even zo doorgaan. Dit is gisteren. We zitten nu aan 15.000 positief geteste personen. Daar zijn we de afgelopen 2 dagen 2 keer 1.000 bijgekomen. Dan zitten we aan 6200 mensen opgenomen in ziekenhuizen. Dat is opgenomen geweest. Een hele hoop van die mensen genezen ook. En de afgelopen 2 dagen zijn er 625 en dan gisteren 502 mensen opgenomen, nieuw in ziekenhuizen. En inmiddels zijn er bijna 1500 Nederlanders overleden aan deze vreselijke ziekte. De afgelopen 2 dagen was het 165 mensen dood en gisteren dan 148 mensen overleden. Het is allemaal absoluut afschuwelijk. Gisteren was voor mij, mevrouw burgemeester, ik weet niet hoe u zich gisteren voelde, maar gisteren voelde ik me voor het eerst echt shit. Ik heb tot nu toe geen problemen gehad met zelfisolatie. Wij zitten nu 3 weken binnen, met z'n tweeën, mijn dochter en ik. Het gaat eigenlijk allemaal wel. We gaan naar buiten voor boodschappen. We gaan naar buiten om de hond uit te laten, maar that's it. Meer doen we niet. En binnen verzinnen we spelletjes en andere leuke dingen om samen te doen. Maar gisteren was een waardeloze dag. Toen hadden we er alle twee geen zin in. En toen hebben we een beetje depressief door huis heen gelopen. Ik voel me niet lekker. Ik heb nergens zin in. En dat ging eigenlijk door tot we eindelijk naar ons bed konden. We zijn heel vroeg naar bed gegaan. Ik voel me nu een stuk beter. Dat is gewoon een off day. Dat is gewoon een off day. Dit weekend wordt het prachtig weer. Dat betekent dat er een angst is of zorgen zijn dat iedereen naar buiten gaat. De paden op, de lanen in. En dat is dus niet de bedoeling. Dus we hebben een waarschuwing gehad van Staatsbosbeheer. En onze OV-bedrijven. Niet naar buiten gaan. Blijf thuis. Ja. Onze minister-president heeft gisteren, dat doet hij wekelijks, een persconferentie gegeven, iedere vrijdag. Daar zei hij hetzelfde. Hij zei, lieve mensen, het wordt prachtig weer. Maar ga nou niet allemaal domme dingen doen. Want dan gooien we de stranden en de parken en de recreatieparken en de bossen, alles gooien we dicht. Met name bos heb ik heel veel zin in. Ik heb al zo lang zin, mevrouw de burgemeester, om met die hond gaan wandelen bij Spaarnwoude. Daar heb ik echt zin in. Dat is waar ik me op ga richten. Dat is waar ik me op ga richten. Wij zitten binnen tot 11 mei. Tot na de meivakantie. En ik denk misschien nog wel langer. Maar goed, ik ga me voorlopig richten op 11 mei. Om 12 mei ga ik met die hond naar Spaarnwoude. Dat is mijn licht aan het einde van de tunnel. Dus lieve mensen, hoe mooi het weer ook wordt, ga maar op je balkon zitten. En als je een tuin hebt, dan ben ik heel jaloers op je. Want wij hebben geen tuin. Als je in een huis zit zonder balkon, dan heb ik heel veel medelijden met je. Ik ga lekker op het balkon zitten. Ik ga zo meteen het balkon helemaal goed schoon schrobben. En alles van het balkon halen. En ergens anders opbergen en dan ga ik daar lekker zitten in het zonnetje. En met een glas Jus d'Orange. En dan kwam ik dit tegen. Deze was voor ik geestig. Mexicaanse bierbrouwerij
Stop tijdelijk met het brouwen van corona. Ik zat erover te denken om voor de lol een flesje corona extra te gaan halen zo meteen in de supermarkt. En dat demonstratief te gaan drinken op balkon. Ik weet niet of dat ongevoelig is. Maar binnenkort is het niet meer te krijgen en ik vind het best lekker. Ik drink het overigens niet met limoen. Ik drink het met citroen. Vindt u corona extra lekker? Mevrouw de burgemeester. En hoe drinkt u hem? Met limoen of met citroen? Ik begrijp dat het officieel met limoen moet. Maar je hebt tiefzeker aan limoen. Daar word je echt puugmisselijk van. Dus dit wilde ik gaan doen. Als corona niet te krijgen is, dan kan ik Sol gaan halen. Dat is eigenlijk veel lekkerder. Dat is ook dat is dit, Sol bier. Dat ziet er zo uit. Daar hebben we een fotootje kunnen vinden. Kijk, dit. Zie je, daar zie je hem ook. Hier, kijk, deze moet je officieel ook met limoen drinken. Ja, ik drink deze ook met citroen. Dit bier vind ik veel lekkerder dan corona. Maar goed, ik ga kijken of ze het nog hebben in mijn supermarkt. Ga ik een coronaatje halen? Dan gaan we door vanwege dat mooie weer. Sorry, nee. Eerst wat goed nieuws. Kijk eens even. De gemeente geeft 1000 laptops en wifi aan kwetsbare inwoners. Dit vind ik echt absoluut fantastisch. Dit is echt iets wat nodig is. Wat krijgen mensen? Ze krijgen wifi hotspots. En ze krijgen refurbished laptops. En dat wordt gegeven aan kinderen uit minimagezinnen. 3000 nieuwe laptops. Zodat ze hun onderwijs kunnen blijven volgen. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Hartstikke goed idee. Heel fantastisch. Helemaal klasse. Eindelijk een beetje positief nieuws. De rest wordt waardeloos. Ga er maar voor zitten. Burgemeester is kritisch. Rechtszaken moeten nu juist zo ver mogelijk doorgaan. Rechtbanken en gerechtshof moeten juist in tijden van corona zo ver mogelijk doorwerken, vindt burgemeester Halsema. Nu de overheid extra bevoegdheden krijgt, is het belangrijk dat de rechterlijke macht zoveel mogelijk zijn werk kan doen. Dit is het parool, dit is van Ruben Koops. Want de Raad voor de Rechtspraak die besloot alle activiteiten in de rechtbanken en gerechtshoven stil te leggen. Alleen enkele urgente categorieën waarbij een vonnis in gevaar komt omdat de wettelijke termijnen verlopen gaan door, waar mogelijk via videoverbinding zonder publiek. Denk aan sommige faillissementen, zaken in het familierecht of het voorgeleiden van verdachten. Maar onze politie die wil boetes gaan uitdelen. Althans, dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen boeven vangen. Zware criminelen van de straat halen, slachtoffers helpen. De misdaad is verminderd met 50%. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch nieuws. Dus die jongens die hebben niks te doen. Dus die krijgen allemaal druk op zich gelegd. Ga iets doen. Ga iets doen. En de hoofdcommissaris van politie, mevrouw de burgemeester, de heer Frank Pauw. Een beetje een chagrijnige man. Die wil juist meer agenten op straat. En dat is een beetje raar, want de straten zijn leeg. Je zou denken dat je alleen meer agenten op straat wil bij drukke plekken. Maar goed, Frank is een beetje een norse, nare man. Wij hebben een buurvrouw, die mevrouw die is verward. Die voelt zich vaak helemaal niet lekker. Als ze zich helemaal niet lekker voelt. Ja, dan wandelt ze de straat op en dan begint ze gewoon random te schreeuwen tegen de wereld. En ja, god, wij kennen die mevrouw al jaren, is heel zielig voor haar. En wat je dan moet doen is of een familielid van haar bellen, maar als je die niet te pakken krijgt, dan moet je 112 bellen en dan komt de GGD, die komt haar helpen. En normaal gesproken als je belt, mevrouw de burgemeester, als zij op straat staat te schreeuwen, dan ben je echt wel een half uur met haar bezig, weet je. Een half uur van, doe rustig, neem je medicijnen, blijf kalm. Er komt zo iemand aan, ga hier lekker even zitten, neem wat te drinken. En voordat er dan iemand komt opdagen, mevrouw de burgemeester, dan ben je een half uur verder. En soms komen ze helemaal niet opdagen, dan bellen ze. Dan zeggen ze, ben jij degene die gebeld hebt? Ja, goed, wij gaan die kant niet op, dus je moet maar even kijken of je haar familie kan bereiken. Twee dagen geleden. Met de buurvrouw onwel. En liep de straat op. En begon te schreeuwen en te gillen. Daar kwamen 3 politieauto's op af.
6 agenten, 2 auto's per agent en een motoragent. Want ze hebben geen ruk te doen. Dus de politie die moet boetes gaan uitdelen. Wat wel heel erg, want de buurvrouw naast haar, die moest er de hele tijd vasthouden. En ja, als je boetes gaat uitdelen, dan wil je snel recht. Je wil dat die mensen ook meteen veroordeeld worden tot het betalen van die boete. En dat kan alleen als de rechtbanken open blijven. Dus ja, heel veel burgemeesters willen de rechtbanken open. En dan kwam ik dit tegen. En hier heb ik gisteren om zitten huilen. Deze werd mij net heel even te veel. Pasgeboren baby in ziekenhuis Amstelveen met corona. We zijn echt doodsbang. Het is niet te harde, is dit. Dit is in Amstelveen. Vreselijk jong babytje, echt 6 weken oud. En hij heet Tyler, heet hij. Moet je nou kijken, wat een hummeltje. En die is dus besmet geraakt met corona. Ik hoop dat ze er een update van doen. Als het weer goed met hem gaat. Aanvankelijk mocht hij gewoon thuis blijven. Maar hij is nu in het ziekenhuis met zijn moeder. Baby Tyler. En die vader is thuis met zijn andere kind. Kindje van 2. Ik vind het zo vreselijk zielig dit. Toen ik dit luister, ja, toen hield ik het even niet meer. En toen heb ik lekker even zitten uithuilen. Dat hielp enorm. Een hele louterende ervaring. Om even lekker te janken. Even lekker janken. Dan heb ik hier positief nieuws. Hey, ruim 3200 IC-bedden mogelijk. Dat is geweldig. Dat is echt geweldig. We hebben een capaciteitsorgaan. Ik wist niet dat we dat hadden. En voor het ministerie van Volksgezondheid inventariseren zij de capaciteit in de zorg. Dat is geweldig goed nieuws. We zitten nu, dit weekend zitten we aan 2400 bedden. Dat is al fantastisch, want we dachten dat we pas 2500 bedden eind mei nodig zouden hebben. Maar we hebben dus keihard gewerkt. Of ze hebben keihard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En als het nou echt erg wordt, dan kunnen we zelfs naar 3200 bedden. Dan krijgen de mensen die werken op de intensive care het heel erg druk. En dan stond er hier dat het nog hoger kon. We even kijken. Kijk, gemiddeld genomen werkt een verpleegkundige niet vol tijd, maar gaat het om 0,77 fulltime employee, FTE. Als ze allemaal een volledige baan zouden vervullen, 40 uur werken, en verantwoordelijk zouden zijn voor 4 bedden, dat is te veel hoor, maar ja, dan kunnen we zelfs naar 4196 bedden. Dat is wel heel bijzonder. Die bedden hebben we alleen niet. Die moeten we lenen in Duitsland. Dat is dan wat minder. Maar er wordt aan gewerkt. En dan kwam ik deze tegen. Wat is humaner? Coronapatiënten redden of aan de toekomst denken? Dit artikel vond ik heel zwaar om te verteren. Maar wat zijn de zorgen nu? Nou, we zijn nu zoveel aan het inzetten. Let u op, mevrouw de burgemeester. We zijn zo erg aan het inzetten op corona en COVID-19... dat alle andere zorg op een laag pitje komt. En er zijn heel veel mensen die gewoon ernstige aandoeningen hebben. Hartritmestoornissen, COPD. En die mensen die gaan niet meer naar de dokter. Die hebben zoiets van, doei. Oh, dat is een lekker sigaretje. Ik ga niet naar het ziekenhuis, dat doe ik niet, want dan raak ik besmet. Ik kijk wel beter uit, dus... Wat hier in dit artikel staat, is dat er een hele hoop mensen verhoogde risico's nu lopen, omdat we alles op alles zetten voor corona. En wat ze hier zeggen is, kijk, even kijken hoor. Dan moet ik heel even doorheen scrollen. Ik wil niet bla 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 bla. Hier. De focus op het coronavirus zullen een zware economische prijs vergen, blijkt uit tal van prognoses. En als het slecht gaat met de economie, zal de gezondheidszorg daaronder lijden. Doe je dat voor langere perioden, dan ontwricht je het gezondheidsstelsel. Dus zelfs als je die coronagolf aan kan, dan zit je daarna nog met allerlei grote mensenproblemen. Ja.
Met de vraag of we de kosten van de huidige reddingsactie of de kosten van de huidige reddingsactie opwegen tegen de baten, betreden we een ethisch mijnenveld. Het is ogenschijnlijk een hardvochtige vraag, maar is het beschermen van mensenlevens nu humaner dan het beschermen van toekomstige generaties? Dan krijgen we een hele hoop specialisten die inwegen. En dan zien we deze hier. De discussie wint aan urgentie door onderzoek van het Imperial College Londen dat half maart verscheen. Zolang geen vaccin voorhanden is, en die situatie kan nog wel anderhalf jaar duren, kan alleen een lockdown met gesloten scholen en universiteiten voorkomen dat het aantal IC-bedden met factor 8 wordt overgevraagd. Op zijn best kan een lockdown met tussenpozen worden verlicht. Het zou betekenen dat we tot diep in 2021 het huidige regime handhaven op enkele korte intermezzo's na. Tot diep 2021! Ga ik nog een verjaardag in lockdown vieren, Jotem? Een hele hoop verjaardagen gaan we dan in lockdown vieren. En dan zegt Wim Groot, hij is een gezondheidseconoom aan de Universiteit van Maastricht, die zegt, ik verwacht niet dat het erg effectief is wat we nu doen. Het is meer een teken van beschaving. Het aantal dodelijke slachtoffers zal niet veel minder zijn dan wanneer je niets doet tegen het coronavirus. Maar dan sterven mensen in de gang van het ziekenhuis of in hun eentje thuis. En dat is geen optie. Ik denk dat Wim Groot daar ongelijk in heeft. Ik denk dat er heel veel meer mensen doodgaan. Kijk naar Italië en Spanje en kijk naar Amerika. Hoe langer de maatregelen duren en hoe hoger de maatschappelijke kosten uitvallen, hoe groter de druk op politici zal worden om een bredere discussie te voeren. Premier Rutte maakte er in zijn tv-toespraak van 16 maart een heel voorzichtig begin mee met de verwijzing naar groepsimmuniteit. Dat is zonder een vaccin de enige manier om het economische en maatschappelijk leven weer op te pakken en de schade te beperken. Na de huidige coronagolf, als de zorg niet meer wordt overvraagd, kan dat weer op de agenda komen. Oh, moeder, daar word je niet vrolijk van. Daar word je niet vrolijk van. En dan kwam ik dit tegen. Dit is Johns Hopkins University. En die hebben een fantastische infographic gemaakt. Johns Hopkins University houdt de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld bij. En moet je toch eens even kijken, mensen. Dit is om afschuwelijk depressief van te worden. We hebben nu bijna meer dan 1 miljoen mensen besmet. En je ziet het hier in de Verenigde Staten, Italië, Spanje en Duitsland. 100.000, 120.000, 120.000, bijna 100.000. 277.000 mensen besmet in Amerika. Dat is niet normaal meer. Wij staan hier met 15.821 besmettingen. We hebben hier iets andere getallen. Kloppen deze getallen nog? Zijn die geüpdate? Ja, die kloppen nog. Ik weet niet welke getallen zij dan gebruiken, maar goed. In totaal bijna 59.000 mensen overleden. Maar wel ook een hele hoop mensen gelukkig genezen. Dus dat is mooi. Zullen we eens kijken hoeveel mensen er genezen zijn in Nederland? Zitten wij ertussen? Waar zijn wij? Waar zijn wij? Waar zijn wij? Waar zijn wij? Daar, 260 mensen genezen. Dat is niet echt heel bijzonder. En als je hier ziet, in totaal zijn er nu volgens mij 181 landen. Hier staat het. 181 landen hebben nu gevallen van corona. Het is gewoon de hele wereld, is het. We zijn allemaal de lul. Het is niet leuk meer. Ik blijf dit weekend binnen, mevrouw de burgemeester. Ik ga niet naar de parken. Hier in Amsterdam worden de parken waarschijnlijk gesloten. In ieder geval wordt toegang beperkt. En alle pleziervaart op de grachten is verboden. Omdat iedereen domme dingen gaat doen vanwege het mooie weer. Wij niet. Wij gaan gewoon binnen zitten, weet ik veel, wat spelletjes doen, een beetje opruimen. Wat televisie kijken of andere dingen doen.
Gisteren had ik het heel zwaar. Gisteren trok ik het helemaal niet. Toen ik echt alleen maar zoiets van, ik wil naar buiten, ik wil met die hond naar het bos, ik wil met die hond naar het bos. Die gevoelens die heb ik zitten onderdrukken de hele dag. En dan vandaag gaat het alweer. Gewoon lang geslapen. En ik ga vandaag wat lekkers eten. En dan gaat het gewoon wel weer. Ik vind het op zich wel goed gaan. Hè? 3 weken binnen zitten met een tiener. Die geen ruk te doen heeft. Het schoolwerk valt echt vies tegen. Het is gewoon te weinig, is het. En alles wat ze krijgt, vreet ze meteen op. Dus het is zo af. Dus ja, dan krijgt ze huiswerk voor 2 weken. Dat doet ze in 1 dag. En dan heeft ze de rest van de weken weer niks te doen. Dus ze had nu huiswerk gehad tot en met 17 april. Dat is al af. Het is vandaag de 4e. Dus ik hoop dat ze er wat nieuwe dingen bij krijgt na het weekend. En anders, ja, die school mailen en vragen om extra werk, dat heeft geen enkele zin. Dan gaan we zelf wel weer wat verzinnen. Gaan uw kinderen naar school? U heeft een vitaal beroep. Of zitten die kinderen gewoon lekker thuis? En waar zitten ze thuis? In die afschuwelijke ambtswoning of in dat leuke huisje in Amsterdam-Noord? Oh. Nee, ik ben niet verkouden. Dat is mijn normale ochtendnies. Als ik wakker word, mevrouw de burgemeester, dan duurt het een tijdje voordat de rest van mijn lichaam wakker wordt. Dus eerst word ik wakker. En dan wordt mijn blaas wakker. En dan worden mijn darmen wakker. En dan worden mijn bijholtes wakker. Ik ben een hele oude lul, dus dat duurt een tijdje. Dus ik ga nu mijn neus snuiten. En dan ga ik beginnen aan yoghurt en surans. En het verzorgen van de huisdieren. En dan ga ik mijn dochter uit bed schoppen, zodat ze naar buiten kan met die hond. En dan ga ik nog wat meer koffie drinken. Lieve mensen, doe mij een plezier. Blijf vandaag inderdaad allemaal binnen. Ga alleen naar buiten als het echt absoluut moet. Blijf gezond. En als je naar buiten gaat, hou afstand van elkaar. Doe een mondkapje op. Doe rubber handschoentjes aan. Als we dat allemaal doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat deze cijfers niet nog veel, heel veel erger gaan stijgen. Want de cijfers zijn schrikbarend, deprimerend en heel, heel, heel erg zorgelijk. Lieve mensen, dat was hem weer. Dit is de zombie-apocalypse. Dag 20, derde week zombie-virus, derde week zombie-apocalypse. We slaan onszelf er doorheen. We laten ons niet gek maken. Tot de volgende keer.